Groningse studenten zijn nagenoeg altijd gestrest. Dat blijkt uit een onderzoek van de Groninger Studentenbond onder ruim 550 studenten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen februari en juli van dit jaar. De Studentenbond is geschokt door het resultaat, omdat het niet verwacht had dat zoveel studenten stress zouden ervaren. Het gaat hier met name over stress met betrekking tot de studie, echte studiestress. We merken natuurlijk dat sinds ook het afschaffen van het leenstelsel en überhaupt het motiveren en het stimuleren van studenten om binnen het nominale kader af te studeren, dat daar ontzettend veel stress van komt. Studenten die willen dat ook en studenten die lijken dat ook wel te moeten. Nou, uiteindelijk gaat dat iets met je doen, dat breekt je een beetje op. En dat je opbreekt, dat blijkt ook wel weer uit dit onderzoek. Voor het onderzoek zijn zowel studenten van de Hans Hogeschool als de Rijksuniversiteit benaderd. Wat wij hebben gedaan is dat wij een enquête hebben afgenomen bij die mensen. Ze hebben een vrij uitgebreide vragenlijst ingevuld die ook in het onderzoek staat. En het mooie van dat onderzoek en die manier van onderzoek doen was dat wij heel veel praktische tips en ook echte praktijkervaring hebben gekregen van al die 550 studenten. Waarmee wij eigenlijk een perfecte lijst met aanbevelingen kunnen schrijven. En dan kunnen aangeven van Rug, Hanze, hier gaat iets verkeerd. Dit is wat jullie anders moeten gaan doen. Het rapport is eerder deze week overhandigd aan het bestuur van de Hanze en van de Rug. In dit document worden ook een aantal oplossingen aangedragen hoe volgens de Studentenbond de situatie verbeterd kan worden. Het begint al bij een goede informatievoorziening. Dus geef studenten aan wat er is. Heel veel studenten weten niet van bijvoorbeeld de studentpsycholoog. Heel veel studenten weten ook niet wat ze met die adviezen aan moeten. Als we daar beginnen met een goede informatievoorziening en als we zorgen dat docenten bijvoorbeeld onderling meer gaan samenwerken en meer gaan de deadlines op elkaar gaan afstemmen, dan denk ik dat je al heel snel heel veel mooie dingen kunt bereiken en ervoor kunt zorgen dat Groningen niet langer 2/3 van alle studenten gestrest door het leven moet zien gaan. De Rug en de Hanze hebben nog niet gereageerd. Kalisvaart verwacht dat dit de komende dagen wel gaat gebeuren.